Eind juni 2012 werd Elnoura Kassikirik aangesteld als derde kinderstadsdichter van Sint-Niklaas. Ook dit jaar gaan we op zoek naar nieuw poëtisch talent die de titel wil dragen tijdens 2013. Toen ik begon te schrijven, verdwaalde ik telkens in een mysterieuze harmonie van woorden en letters. En als ik het woord zee opschreef, hoorde ik de wind zingen in een kanon met de golven, netjes in de maat. En meren vlogen in akkoorden boven mijn hoofd. Speel je graag met woorden en ben je tussen de 8 en 14 jaar, dan kan ook jij een gooi doen naar het kinderstadsdichterschap. Je moet hiervoor wel in Sint-Niklaas wonen of naar school gaan. Deelnemers mogen maximaal 2 gedichten insturen en dienen dit te doen voor 30 april. Het thema dit jaar is stadsvers. Een professionele jury beoordeelt de gedichten. Actrice Karin Jacobs is dit jaar de voorzitter van de jury. Sint-Niklaas wil zich met de aanstelling van de kinderstadsdichter verder profileren als de stad van het kind en stad van de poëzie. Ik hoorde een orkest van strijkers wanneer ik naar de hemel keek. Muziek veranderde in een donkerblauwe pen en het gedicht weer in muziek. Het wedstrijdreglement vind je in de bibliotheek en op de website van de BIP. De nieuwe kinderstadsdichter wordt aangesteld op 23 juni 2013. Waag nu je kans!